Dit is het Monstertocht Meppel Mont Ventoux Journaal. En dan hebben we hier een zwembad vol monsters. Lois Veeman, de 9e etappe zit erop. Ja. Wat voor gevoel heb jij bij deze monstertocht tot nu toe? Ik heb een heel bijzonder gevoel van deze tocht. En dat ze al nu inmiddels al de 9e etappe hebben gedaan vandaag. Ik ben echt onwijs trots op ze. Ja, jij ziet het een beetje van een afstandje. Hoe is dat om dat zo te zien? En onder andere ook dat jouw man Richard ook zo dapper meestrijdt. Ja, dat is echt een heel mooi gezicht om te zien dat ze met z'n allen zo fietsen. Je maakt een stukje mee onderweg. En super. Ik ben gewoon trots en mooi om te zien dat Richard ook mee fietst. Ja. Nu zijn we hier in Vaison-la-Romaine. We zien de Mont Ventoux, de kale berg. Begint het bij jou te kriebelen? Ja, ik reed hier heen. We reden Marietje en Richard, ik en Annemiek. En met z'n vieren waren we. En het gaf al echt het gevoel van, we komen steeds dichter bij de Mont Ventoux. Ik kreeg al echt kriebels in de buik. Nou, heb je ook een fiets mee? Ja. Ga je er nog op? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. De Ventoux op? Ja, ik ga de Ventoux op. Ik ga sowieso woensdag het trainingsrondje meedoen. En ik ga kijken of ik vrijdag de berg op kan. Even hoor. Dus. Richard Verf, 9 etappen zitten erop. Wat is jouw verhaal van de dag? De wind. De wind? Ja, de wind is onze grootste medewerker geweest vandaag. We hebben alles bijna voor de wind gehad en het stormde. Berg op, berg af, voor de wind. Heerlijk. En hoe gaat het met jou verder? Fysiek gezien, gaat het goed allemaal? Ja, het gaat weer super. Ik had in het begin van de week, op het begin van de klimmen, de aanvang eigenlijk een beetje last van mijn knie. Ontsteking door de kou en de regen. En de lopende dagen is het helemaal opgeknapt. Nou, ik heb nergens meer last van, dus het gaat prima. Dat is mooi. Ja. Want wij zagen vandaag, en we zien hem ook vandaag weer genoeg, de kale berg. Ja, hij is in zicht. Je bent er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb er zin in. Wat zijn je plannen? Want dan zei je, hebt natuurlijk een paar dagen hier te gaan. Wat zijn mijn plannen? Ja, morgen gewoon rustig omhoog met de hele club. En de komende dagen dan ben ik motorbegeleider bij de wandelaars en de fietsers. En gewoon lekker relaxed. Ik ga er geen racepartij van maken. Gewoon rustig aan. Ja. Nou is dit de eerste monstertocht Meppel Mont Ventoux. Hoe kijk jij er tot nu toe op terug? Ben je nog één dag te gaan? Ik vond het geweldig. Echt, het is waanzinnig snel gegaan. Maar het was echt een waanzinnig mooie tocht. Echt, we hebben alles meegemaakt wat we mee konden maken aan lekke banden, regen. Harde wind, mooi weer, heel erg warm. We hebben alles meegemaakt. Alles. Mooi. 1, 2, 3. Ja! Ik wist het, hè? Lekker warm. Er zitten bijna alle monsters in het water. Op één na. Op één na. Er staat nog een monster, hè? Er staat nog één op de kant. En de kant. Daar komt hij! Dat is ook een aparte. Waaah! Dat was een soort omgekeerde duik.